morgen. Goedemorgen, nog één minuutje. Ja, dus dit is niet de BB&B. Hi Alexandra. Heel goed. Ja, het is dus een uurtje eerder. De BBB is over een uur. Dus als je dat wil volgen, dan moet je nog eventjes wachten. Dit is de Critical Alignment les. Ah, Sabine is er niet. Ik denk niet dat zij het weet. Goed. Nou, nog één minuut volgens mij. Nou, Alexandra, misschien ben je de enige. Het is 9 uur. Ik start gewoon. Vandaag gaan we. We hebben de afgelopen weken opgebouwd naar een serie. Vorige week hebben we die eigenlijk een soort hè, naar de beweging toe. Niet afgesloten, hè, maar daar zijn we helemaal naartoe opgebouwd. Toen hebben we bewogen op muziek. We hebben toen de middenrugrol gedaan, dus dat opwarmen van dat stukje in het midden. Dat is de plek eigenlijk waar de spanning zich in je lichaam verzamelt. Daar wilde ik vandaag ook weer naartoe gaan. Maar eerst zal ik even zeggen wat we nodig hebben. Een stripje voor dus die middenrugrol. Wat voldoende is als je geen strip hebt, is om boeken van ongeveer 6 centimeter hoogte. Want het is alleen maar voor de ondersteuning van je hoofd. En verder een filtermat. Ja, zo'n filtermatje. Als je geen filtermat hebt, kun je ook een rolletje gebruiken die je zelf maakt. Van een dekbedovertrek of een handdoek. Van 10 centimeter dikte. Dus dat is wat we nodig hebben. En natuurlijk een yogamat. Dus vandaag gaan we de draaiing ook toevoegen. Hi Evelien. Dus het draaien van de middenrug. Ietsje meer aandacht voor aan besteden. En dus dit punt hier in je rug. Dat heet binnen de Critical Alignment heet dat punt C. Dit is eigenlijk als we zitten heel veel. Dit is het punt waar de spanning zich verzamelt. Nou, en hier kan je eigenlijk niet zo goed bij. Hè? Dus ook als je hier wil komen, is het een beetje lastig om te bereiken. Als je het al bereikt, kan je hier weinig manipuleren. Nou, daar gebruiken we dan die stripjes en die rolletjes voor. Nou, als dit stukje verstijft, dan straalt dat uit naar de nek. Hè? Dus naar de bovenrug kan dat uitstralen naar je nek, schouders. Even naar je schouders en je nek. Of het kan uitstralen naar je onderrug. Hè. Dus dan krijg je wat onderrugklachten of allebei. En door ook te draaien, kunnen we dat stukje nog ietsje verder, eigenlijk ietsje dieper nog manipuleren. Om het weer bewegelijk te krijgen. We gaan ook werken naar de arm toe. Nou, als je je arm neemt. Dus je hebt je arm. Aan de ene kant eindigt die in je hand. Maar aan de andere kant kun je je voorstellen dat hier je schouderblad, dat eigenlijk aan die andere zijde ook een soort structuur heeft. Dat is zo'n plat bot. En die reikt dan weer hier naar beneden toe in een puntje in de richting van je wervelkolom. Dus als je het skelet neemt. Kan je dat ook mooi zien? Ja, dus hier heb je zo dat schouderblad. Hier heb je je hand. Dus als je je arm uitsteekt, heb je hier aan die ene kant zo je hand.
En aan de andere kant dat schouderblad. En dat puntje zit weer op diezelfde hoogte hier als punt C, waar we straks dat rolletje gaan neerleggen. En als je hier dan ziet, die ribben, dus die ribbenkast, dat zit allemaal met gewrichten aan elkaar. Dus dat is wel bewegelijk. Nou, dat schouderblad kan druk geven hier tegen je ribbenkast aan. Dus op het moment dat je je arm, je hand in connectie brengt met je bovenarm naar dat schouderblad toe, kun je hier ook weer contact maken naar je wervelkolom toe en daar meer beweging in gaan brengen. Dus dat gaan we ook vandaag doen. Nou, dus je kan komen liggen op de rol. En dus je mag een dun rolletje maken en dan gaan we nu naar de mat toe. Dus als je voor de middenrugrol gebruik je de lange kant van de mat. Die leg je voor je neer en dan maak je een stevig rolletje. Nou, vorige week hebben we hem ook al gedaan. Toen hebben we het vrij lang erover gedaan om te gaan liggen. Om echt zo de buikspieren te activeren. Vandaag gaan we ietsje vlotter in naar beneden. Dus je leunt zo tegen de rol aan en neem even de tijd om met aandacht zo de puntjes van je schouderblad tegen de rol aan te leggen. Dan pak je je strip, die vouw je dubbel. Dus alleen voor de hoogte van je hoofd, die leg je zo achter je hoofd. Dan pak je de strip vast en je hoofd. Als je boeken gebruikt, leg je de boeken achter je. En dan pak je alleen je hoofd. Nou, houd je ellebogen, zijn niet wijd, je houdt je dicht bij elkaar. Kijk naar je knieën en houd je hoofd nog hoog. De inademing gaat op een zachte manier, dus je ademt rustig in op een natuurlijke manier. Maar probeer hem wel zacht te maken. Op de uitademing adem je naar de rol toe, houd je hoofd nog hoog, kijk naar je knieën. Dus de druk van de rol, die duwt de rug die vaak daar op dit punt wat afgerond is, terug naar een rechte vorm. Maar die rechte vorm houdt in dat op het moment dat je ontspant hier op de middenrug, dat je lengte creëert weer naar je onderrug toe. Ja, dus als je uitademt naar de rol, probeer je je rug breed te laten vallen. Voel ook de breedte van de rol. En loop dan je aandacht vanaf de rol, zo vanaf je middenrug naar je onderrug toe, naar je heiligbeen toe. En dan laat je heiligbeen valt zo een beetje naar achter. En laat je heiligbeen zwaar worden. Dus de ontspanning in je rug zorgt voor lengte in de wervelkolom via je onderrug zo naar je heiligbeen toe. Weer die zachte inademing. De uitademing, de breedte van de rol. Probeer daar de spieren nog verder te ontspannen. En op diezelfde manier kun je ook vanaf je middenrug door je bovenrug heen lopen met je aandacht via de achterkant van je nek. En geef dan ruimte bij je schedelrand. Dus ook de ontspanning in de middenrug geeft lengte naar je bovenrug, naar je nek. Ruimte bij je schedelrand. Misschien dat ook je kin nog ietsje dichter naar je borstbeen toe komt. Dus die ontspanning in de middenrug geeft lengte naar beide kanten toe. Laat nu het gewicht van je hoofd toe in je handen. En dus voel echt het gewicht van je hoofd. En die zo tegen de strip aan is of die hangt in dat kommetje van je handen. En op het moment dat je met die ruimte in je nek dat gewicht toelaat, kijk je zo schuin naar het plafond. Voel die lengte ook. En op elke uitademing adem je uit naar de rol.
Als je merkt dat je hoofd dan wat zwaarder wordt in je handen. En dan zo stukje bij beetje zak je steeds ietsje verder in de richting van de vloer. Ja, maar laat dat, hè, laat de leidraad zijn dat je ontspant in je bovenrug. En vanuit die ontspanning in de bovenrug wil je hoofd steeds verder zakken. Maar vorige week hebben we dit echt ontzettend langzaam gedaan. Voor die activering aan de voorzijde bij je buikspieren. En het is ook een soort buikspieroefening vandaag. Bewegen we ietsje vlotter naar beneden, zodat we echt naar de draaibeweging toe kunnen. Ja, maar ook hier kan je weer opmerken dat, als de achterzijde van je lichaam ontspant, als je rug ontspant, dat die koorspieren zo diep in je buik, in je onderbuikgebied, dat die worden geactiveerd. Nou, op een gegeven moment raken je vingers de vloer, zo tussen de strip en de vloer in. Houd daar dan nog die buikspieren actief. Ook als je je vingers onder de strip vandaan haalt, dan breng je je handen zo naar beneden, naar je onderste ribben. Leg je handen op je onderste ribben en dan ontspan je je buik. Nou, je bovenarmen liggen zo naast je borstkast op de rol. Adem rustig in. Voel de beweging onder je handen. Van die inademing. En op de uitademing breng je aandacht naar de rol toe. Dus de druk is hoog op de rol. Misschien dat daar de spieren verstijfd zijn. Probeer daar de spieren te verzachten, platter te laten vallen. Ja, soms kan het zijn dat je lichaam wat in verzet raakt. Dat je eigenlijk je wat tegen die vorm van de rol verzet. Dus probeer je over te geven aan de druk. Je de druk toelaat. Die druk is hetzelfde principe als masseren. Ja, geeft ook een massagetherapeut druk tegen verstijfde spieren aan. Zodat die spieren hun spanning, dat is spanning uit die spieren kan, die worden daaruit weggemasseerd. Zodat die dikte daaruit verdwijnt. Nou, hetzelfde doe je hier. Dus probeer je echt over te geven aan de druk. Adem uit naar de rol toe. Probeer steeds zwaarder te worden op de rol. En voel de breedte van de rol. Voel de breedte van je rug. Dus die inademing, probeer hem zacht te houden. Ook al is de confrontatie misschien groot. We zijn spanning aan het oplossen, dus op iedere uitademing probeer je zwaarder te worden op de rol. En ook in dat zwaar worden op de rol, dan kan je contact maken met die uiteinden van je wervelkolom. Dus na je volgende uitademing, waarbij je nog zwaarder wordt, loop weer met je aandacht zo door vanaf je middenrug, door je onderrug heen. Je onderrug is van de vloer af, dus die loopt zo recht door en dan valt je heiligbeen naar de vloer toe. Laat je heiligbeen zwaar worden. Dus dan adem je in. Voel weer de beweging onder je handen. Van je ademhaling uit naar de rol.
loop dan ook aan het eind van je uitademing weer zo met je aandacht vanaf je middenrug naar je bovenrug, lengte in je nek. Dan voel je zo waar je achterhoofd de strip raakt of de boeken. Laat dan daar ook je achterhoofd te zwaar worden. Dus vanaf de middenrug maak je contact zo met die twee uiteinden van je wervelkolom. En zo op den duur, hoe meer je kan ontspannen, de hoogte van de rol, hoe meer lengte er zal ontstaan. Naar onder toe, naar je heiligbeen. En naar boven toe, waar je achterhoofd de strip raakt. Dan voel de beweging onder je handen, de inademing, op de uitademing. Word je zwaar op de rol, dan komt je rug steeds breder te liggen. En houd dan je aandacht, het eind van de adem-uitademing. Bij de rol en adem dan weer in op diezelfde plek. Probeer je op je inademing nog zwaarder te worden op de rol. Zodat je in- en uitademt, zo op de hoogte van je middenrug. Wat binnen de Critical Alignment punt C heet. En laat je daar je rug steeds breder vallen. En laat nu één hand liggen, zo op je onderste ribben. Je andere hand plaats je daar net boven op je borstbeen. Je mag hem ook ietsje hoger plaatsen, zo in de richting van je sleutelbeenderen. Dus je handen, en liggen één ligt zo op de onderzijde bij je onderste ribben, die andere daar iets boven. Stuur dan je inademing helemaal naar de onderzijde van je buik. Dan adem je in, probeer je buik te vullen. De adem te laten stromen in de breedte van je flanken. En zo naar je onderste hand toe. En op de uitademing word je weer zwaar op de rol. Dan trek weer die lange lijn zo door je onderrug heen. Naar je heiligbeen toe, dan wordt je heiligbeen zwaar. Dan adem je in vanuit de onderzijde van je buik en de breedte van je flanken. Naar je onderste hand en dan stroomt de adem door van je onderste hand in de richting van je bovenste hand. Zo onder je borstbeen door, in de breedte van je ribbenkast. En op de uitademing stuur je je uitademing naar de achterzijde van je lichaam. En zo via je wervelkolom, via je middenrug, onderrug, en stroomt de adem weg naar je heiligbeen toe. En laat je je inademing weer beginnen onder in je buik, in de breedte van je flanken. Stroomt die door, onder je handen door, onder je borstbeen door en de breedte van je ribbenkast. En dan naar je sleutelbeenderen toe, naar de toppen van je longen. Op de uitademing breng je je aandacht zo naar de onderkant van je nek. Dan stroomt de adem via je bovenrug, middenrug, onderrug en weg zo naar je heiligbeen toe. Dus je ademt in vanuit de onderzijde van je buik in de breedte van je lichaam. Onder je borstbeen in de breedte van je ribbenkast. En zo onder je sleutelbeen erdoor stroomt die adem via de achterkant van je nek.
naar je achterhoofd toe. Op de uitademing laat je je achterhoofd zwaar worden. Op de uitademing stroomt je adem weg, zo via je nek, bovenrug, middenrug, onderrug, naar je heiligbeen toe. Dus op de inademing vult je lichaam zich in de breedte, vanuit je onderbuik, de breedte van je flanken, de breedte van je ribbenkast, helemaal naar de toppen van je longen, de achterkant van je nek, naar je achterhoofd toe. Op de uitademing wordt je achterhoofd zwaar en stel je dan voor op de uitademing er lengte ontstaat. In je wervelkolom, hoe er ruimte ontstaat tussen je wervels, je tussenwervelschijven. Hoe je lichaam langer en smaller wordt. Hoe die adem wegstroomt via je wervelkolom naar je heiligbeen toe. Zo adem je een aantal keren door in de breedte op de inademing van je lichaam. En op de uitademing in de lengte. Hoe je lichaam langer en smaller wordt. Achterhoofd zwaar. En zo maak je ook weer contact met die uiteinden van je wervelkolom. Dus je hoofd. Je heiligbeen. Dus die twee uiteinden. Laat dan weer beide handen zo bij je onderste ribben. Laat je voeten tegen elkaar aan. Je voetzolen blijven op de vloer, je enkels raken elkaar, je knieën raken elkaar. Plaats dan je voeten misschien ietsje dichter naar je bekken. En dus nu gaan we in de richting van de draaibewegingen. Hi Sabine. Je handen zo op je onderste ribben, naar die bewegingen kan het zijn. Ja, dat je toch wat spanning weer krijgt in je schouders, soms ontspan je schouders. Ja, probeer weer die lengte te houden van je achterhoofd helemaal naar je heiligbeen toe. Beweeg dan je knieën een klein stukje naar links. Als je knieën de wijzers van een klok zouden zijn, zouden ze nu zo naar 10:55 wijzen. En houd die ademhaling die we er net hebben beoefend ook vast. Dus je ademt in. En nu zal de druk op je linker bekkenhelft ietsje hoger zijn. Dus vanaf dat punt adem je in. Je laat die linker bekkenhelft zwaar worden. Adem in de breedte. En ook de druk aan de linkerzijde van je wervelkolom op de hoogte. Op de hoogte van de rol, daar is de druk nu hoger. En blijf zo doorademen in de breedte van je lichaam. Probeer de spieren daar plat te laten vallen. Adem door. Laat je adem doorstromen via je bovenrug, via de achterkant van je nek. Naar je achterhoofd toe. En op de uitademing laat je achterhoofd zwaar worden. Als je je ogen gesloten hebt, maar als je ze nu opent, dan kijk je recht naar het plafond. Dan breng je je aandacht zo naar je achterhoofd toe. En op de uitademing stel je weer voor die lengte die er ontstaat in je wervelkolom. En de ruimte die er ontstaat tussen je wervels, je tussenwervelschijven. Ja, ook in die draaibeweging. Het is nog een lichte draai.
Dan probeer je ook ruimte te creëren, hè, daar waar die draai aankomt, op de hoogte, hè, van het rolletje, dat je daar ook die ruimte toelaat. En dan naar je heilige been toe. Dus weer in die lengte van je wervelkolom maken we ook nog steeds contact met die twee uiteinden van de wervelkolom. Dan eindig je weer met je aandacht ook bij je linker bekkenhelft. Die laat je nu zwaar worden. Op je volgende uitademing, als je daar weer bent aangeland, dan laat je die linkerkant goed zwaar worden. Houd je aandacht dan daar. En verplaats dan je aandacht zo naar het midden toe. Dus weer naar je heiligbeen toe. En op het moment dat je merkt dat je je aandacht verplaatst, volgen je knieën als het ware vanzelf. Ook in de richting van het midden. Dan verplaats je je aandacht zo naar de rechterzijde van je heiligbeen, naar je rechterbekkenhelft toe. Je knieën volgen. Totdat je knieën zo, als de wijzers van een klok, naar 5 over 1 wijzen, dan stop je daar. Adem weer zacht in en uit, zo naar de druk toe. Naar je rechter bekkenhelft. Laat het zwaar worden. Adem in de breedte van je flanken. Adem weer doorstromen. De druk verhoogt zich, nu op het aan de rechterzijde op de hoogte van de rol. Dan probeer daar de spieren plat te laten vallen. De adem door te laten stromen in de breedte van je borstkas. Weer de achterkant van je hoofd naar je achterhoofd toe. Op de uitademing wordt je achterhoofd zwaar. Je kijkt nog steeds als je ogen gesloten hebt. Kun je ze even openen om te zien of je steeds recht naar het plafond kijkt. Achterhoofd zwaar en dan loop je zo met je aandacht via je nek, bovenrug, middenrug, via je onderrug. En zo naar je rechter bekkenhelft toe. Dus je blijft zo op diezelfde manier doorademen in de breedte van je lichaam. Die uitademing maak je contact met die uiteinde van je wervelkolom, de druk van je achterhoofd. En via je wervelkolom, via die druk op een middenrugrolletje, dan maar naar de rechter bekkenhelft toe. En aan het eind van je uitademing houd je nu je aandacht zo aan de rechterzijde van je bekken. Beweeg je weer je aandacht terug naar het midden, naar je heiligbeen. En dan door het midden, je knieën volgen. Beweeg je knieën naar links. En we zijn hier net al geweest, dus als je knieën wat verder willen doorbewegen, laat dat dan ook gebeuren. Maar houd je knieën tegen elkaar aan. Je enkels blijven tegen elkaar aan. En dan, als het gaat, dan neem je je rechtervoet mee omhoog. Maar je kan ook, hè, dus je stopt daar waar het voor jou haalbaar is. Als je knieën verder door kunnen bewegen, laat dat ook gebeuren. Maar dan verhoog de druk nu zo op je linker bekkenhelft. Adem daar naartoe uit, laat de druk toe. Adem weer in. Je buik vult zich. Als je knieën verder doorbewogen, is nu de druk enorm verhoogd op aan de linkerzijde van je ribbenkast. Breng je aandacht daar naartoe, op de hoogte van de rol. Dan adem je in. Voel de druk
van de rol tegen de linkerzijde van je ribbenkast aan. En stel je voor dat in dat brede ademen, hoe je je ribben kan spreiden, zo aan de linkerzijde. En hoe je ruimte geeft aan je ribben en je tussenribspieren. Misschien door dat doorrollen, dat de rechterzijde van je ribbenkast wat omhoog is gekomen. Dus op de uitademing, laat dan het gewicht van je handen weer toe op de rechterzijde van je ribbenkast. Zoals je rechterzijde zo onder het gewicht van je handen, het gewicht van je onderarmen, weer iets kan zakken. Dus op de inademing spreid je je ribben, geef je ruimte aan de linkerzijde van je ribbenkast. En op de uitademing laat het gewicht toe van je handen op de rechterzijde, zodat je ribbenkast niet omhoog komt, maar dat die zich ook weer in de breedte kan spreiden, ook al is die druk nu verhoogd. En loop dan weer je aandacht zo vanaf de midden, vanaf de middenrug door je wervelkolom heen. En zo via je bovenrug, via de achterkant van je nek naar je achterhoofd toe. En ook kijk weer recht naar het plafond. Breng je aandacht zo naar de achterkant van je hoofd. Laat je achterhoofd zwaar aankomen. Op de strip. En op je volgende uitademing laat je ook weer je adem wegstromen vanaf dat punt op de strip. Via je nek, bovenrug, middenrug. Zo in die draai helemaal naar de linker bekkenhelft toe. En probeer die ademhaling weer op te pakken in de breedte van je lichaam, hoe je het lichaam zich vult op de inademing. Je ribben zich spreiden. En dan naar je achterhoofd toe. En op de uitademing creëer je weer lengte. Lengte tussen je wervels, tussen wervelschijven. En ook in die diepere draai. In die verhoogde druk. Dus je adem geeft ruimte, een verbinding. Doe dan je linkerknie tegen je rechterknie aan. Beweeg je knieën terug naar het midden. Misschien dat je bekken iets verplaatst is naar rechts. Plaats dan je voetzolen in de vloer. Beweeg je bekken een klein stukje terug naar het midden. En voel weer die lengte. En dan laat je je knieën weer doorrollen, zo naar 5 over 1. En als dat lukt, mogen ze verder naar opzij vallen. En ze helemaal naar de rechterzijde toe. Als je linker schouder iets omhoog komt, laat hem weer zakken. En zorg er ook voor dat je knieën, je enkels tegen elkaar aan blijven. De binnenkant van je benen blijft elkaar raken. En je linkervoetzool komt misschien, of die komt dan mee van de vloer af. En de druk verhoogt zich nu aan de rechterkant van je rechterbekkenhelft. Adem in, laat de druk toe. Je buik vult zich. En ook de druk op de hoogte van de rol aan de rechterkant van je ribbenkast is nu verhoogd. Dus op je volgende inademing probeer je ribben daar te spreiden aan de rechterzijde. Probeer ruimte te creëren tussen je ribben. Bewegelijkheid bij je tussenribspieren. Misschien dat nu de linkerzijde van je ribbenkast al onder je handen iets omhoog is gekomen. Dus
Dus op de uitademing laat je het gewicht van je handen toe op je, de linkerzijde van je ribbenkast. En door het gewicht van je handen, van je onderarmen, probeer je de ribben weer iets te laten zakken. Dus je ademt rustig in, spreid je ribben. Dat is aan de rechterkant. En op de uitademing probeer je je ribbenkast in de breedte te spreiden, zo. En de druk toe te laten. En wandel dan je aandacht vanaf de middenrug naar je bovenrug, via de achterkant van je nek, naar je achterhoofd toe. Kijk recht naar het plafond. De uitademing. De achterhoofd laat hem weer zwaar worden. Op de boeken of op de strip. Creëer dan lengte. En weer die lengte zo tussen je wervels. Tussen wervelschijf als de adem wegstroomt. Via je nek, bovenrug, middenrug, onderrug. En naar de rechterzijde van je bekken. Dus de inademing vult je lichaam zich in de breedte. En op de uitademing maak je weer contact met die uiteinde van je wervelkolom, je achterhoofd. Ook in die diepere draai. En merk dan op dat om te kunnen draaien, dat je bekken helemaal opzij draait. Dus die onderrug die draait eigenlijk niet. De draai zet zich in vanaf de punt op de rol. En je zou ook nog je hoofd kunnen draaien. Ook je nek kan roteren, maar je onderrug niet. Dus als je zou zitten... dan blijf je onderrug stabiel en dan draai je eigenlijk vanaf dat punt in je midden, in de middenrug. Dus dat zijn vanaf je bovenrugwervels. En die zijn bewegelijk, die kunnen die draai inzetten en eventueel ook met je hoofd erbij. Doe dan je rechterknie tegen je linkerknie aan. Beweeg je knieën terug naar het midden. Misschien dat je dus weer je voeten in de vloer duwt, je bekken iets verplaatst. Houd je enkels, knieën tegen elkaar aan. En beweeg dan weer je knieën naar de linkerzijde. Even kijken, wat is even misgegaan. Neem dan je linkerhand. Je linkerhand, leg die zo naast je neer op de vloer. Ik moet weer even gaan liggen. Dus je rechterhand blijft liggen op je onderste ribben. Je linkerhand leg je met de handpalm naar beneden, zo schuin naast je op de vloer. Dat je handpalm op de vloer ligt, je vingers op de vloer, je elleboog op de vloer. He, dus in een beetje in een schuine lijn leg je elleboog zo naast de rol. Je hoofd blijft recht kijken naar het plafond. En nu gaan we die arm gebruiken. Nou, vaak als we de armkracht gebruiken, gebruiken we alleen de onderarm en de handkracht. Dus duw je hand in de vloer, duw je elleboog in de vloer, voel de kracht in je arm. En breng je schouderkop omhoog naar het plafond. Dit is de beweging als we kracht hebben in de armen die we vaak maken. Dus dan komt die schouder naar voren. Dus dit is... een beweging die we kennen. Dus er is veel kracht in de onderarm en in de hand. Nou, om de kracht terug te brengen nu, ook naar de bovenarm toe, beweeg je je schouderkop vanaf het plafond, dus vanaf de voorkant van je lichaam, naar
beneden. Dus in de richting van de vloer. Dus naar de achterkant van je lichaam. En dan breng je hem naar beneden, naar de onderzijde van je lichaam. Dus als je, hè, dus met dat duwen van je hand, onderarm, in de vloer. Dus dat hou je vast. En dan beweeg je je schouder vanaf het plafond in de richting van de vloer. Dus van de voorzijde van je lichaam naar de achterzijde van je lichaam. Nou, stel je dan voor, die schouderkop, die zit weer verbonden met je schouderblad. Ja, dus via dat schoudergewricht. Ja, breng je hem naar de achterzijde van je lichaam. En dan voel je al dat je, ja, misschien kan je nu je schouderblad voelen. Die duw je dan ook naar achter en naar beneden toe. Dus dat puntje van je schouderblad maakt dan contact naar de rol. Nou, doen we nog een keer. Dus duw je je hand in de vloer, je onderarm in de vloer, schouder omhoog, schouderkop omhoog. En dan duw je je schouder in de richting van de vloer, dus naar de achterkant van je lichaam. En dan naar beneden, dus dat je je schouderblad, hè, probeert contact te maken naar de rol toe. Het is een beetje een ingewikkelde coördinatie, misschien lukt dat niet direct, maar neem dan het beeld. Nou, nu merk je dat het lastiger is om te blijven duwen met je arm en met je onderarm tegen de vloer. Wat je nu herstelt is de kracht in je arm, de kracht in je bovenarm. En dat je niet zozeer meer je schoudergewricht gebruikt, maar dat je het contact herstelt van je arm naar je schouderblad en naar de wervelkolom toe. Dus je knieën zijn naar links, je linkerarm opzij van je en blijf rustig doorademen. Maar misschien dat je nu merkt dat door de druk van je schouderblad, dat de linkerzijde van je ribbenkast nog ietsje verder omhoog is gekomen. Dus dat schouderblad helpt, ja, om de bewegelijkheid in je ribbenkast omhoog te brengen. Ontspan je rechterschouder. Je hand ligt nog zo op je wervelkolom. En nu merk je dat dat het echt best wel intensief begint aan te voelen. Zo in je bovenarm. En ontspan je arm. Adem een keer goed in. Ook weer op die uitademing, die lengte in die draai. En doen we het nog een keer. Doe je hand in de vloer. Je elleboog in de vloer. Beweeg je schouderkop van boven naar de vloer toe, naar de achterzijde van je lichaam. En duw dan je schouderblad in de richting van de rol. In de richting van punt C. En dat is dat puntje, dat reikt nu zo naar je wervelkolom toe. En dan duwen je ribben, hè, dat schouderblad, dat manipuleert nu de ribbenkast aan de linkerzijde. En je linkerzijde komt iets omhoog. De uitademing kan je weer je hand zwaar laten worden op de rechterzijde van je ribbenkast. Houd je pols in de vloer, hand in de vloer. Onderarm en kracht opbouwen. Kan misschien wat vermoeid aanvoelen, maar het is een kracht opbouw. Je brengt nu de kracht terug in je arm, in de ledematen zelf, in plaats van dat je je gewrichten overbelast. Laat je arm weer los, ontspan je arm. Leg je hand weer terug bij je andere hand. Duw je linkerknie tegen je rechterknie aan. Beweeg je knieën terug naar het midden. Verplaats je bekken iets als dat nodig is. En dan beweeg je je knieën door het midden naar rechts. Je linkervoet komt mee omhoog. En laat je linkerhand nu liggen op je onderste ribben.
En leg je rechterhand zo naast je neer. Dus je elleboog naast de rol op de vloer. Handpalm naar beneden. En maak het contact van je hand op de vloer. Je elleboog op de vloer. En gaan we de andere kant onderzoeken. Dus duw je hand in de vloer. Duw je elleboog in de vloer. Laat je rechter schouder mee omhoog komen. En duw dan je rechter schouderkop vanaf de richting van het plafond. Terwijl je blijft duwen met je hand, je elleboog. En beweeg je rechter schouderkop naar beneden. In de richting van de vloer, naar de achterkant van je lichaam. En duw dan je schouderblad naar beneden, naar de onderzijde van je lichaam. In de richting van punt C. Dus eigenlijk naar je linkerhand toe. Zo via de achterkant. Terwijl je je schouderkop naar beneden duwt. En krachtopbouw in je rechterarm. Zonder dat je je schoudergewricht gebruikt. Kijk recht omhoog naar het plafond. En voel hoe je schouderblad druk geeft. Tegen de rechterzijde van je ribbenkast aan. Hoe die wat omhoog komt. Maar dit is een lastige coördinatie. Maar stel je dan voor, zoals je net zag, op dat skelet, hoe dat schouderblad druk kan geven tegen je ribben aan. Dus misschien voel je het niet direct, maar neem dan dat beeld. En laat je linkerhand zwaar liggen op de linkerzijde van je ribbenkast. En laat dan weer de kracht in je arm los. Ontspan. Achterhoofd zwaar. En ook weer in die draaibeweging. En voel je lengte in je wervelkolom. En maar naar je rechterbekkenhelft toe. Doe nog een keertje. Duw je hand in de vloer. Pols naar de vloer. Onderarm in de vloer. Beweeg je rechterschouder omhoog naar het plafond. En dan die schouderkop. Beweeg hem naar achter. Naar beneden. En zo naar de vloer toe. Je maakt het contact met je schouderblad. Doe je schouderblad naar beneden. En naar de onderzijde van je lichaam. En dat puntje van het schouderblad contact maakt naar de rol toe. En naar je wervelkolom toe op hoogte van puntje C. Laat de linkerzijde van je ribbenkast onder je linkerhand zwaar worden. En die rechterzijde van je ribbenkast die beweegt iets omhoog door die druk van je schouderblad. Nou, dit kan je flink voelen zo in je bovenarm. Nou, laat je de kracht in je arm weer los. Laat je handen zo op je onderste ribben. Duw je rechterknie tegen je linkerknie aan. Beweeg je knieën terug naar het midden. Laat je heupen terug naar het midden. Voeten op heupbreedte. Adem nog een keertje in de breedte van je lichaam. Ook contact met je achterhoofd. Uit vanaf je achterhoofd. En maar naar je heiligbeen toe. Het is flink warm geworden, dus op de hoogte van het rolletje. Dus we hebben die middenrug goed opgewarmd. En dan voel je lengte in je wervelkolom. En rol dan naar je zij. Met je knieën opzij vallen. Kijk hoe laat het is. Knieën vallen opzij en je schouders volgen dan. Doe je bovenste hand in de vloer. Zeker als deze bewegingen niet helemaal gewoon voor je zijn, kan dat best wel pittig zijn. Maar probeer jezelf toch in die activiteit te brengen. En kom staan aan de voorzijde van je mat. Als je denkt dat je glijdt op je sokken, kan je je sokken ook uitdoen. Je voeten op heupbreedte.
Verdeel het gewicht zo over je voeten heen. En laat het gewicht terugvallen aan de voorzijde van je hielen. En nu nemen we de beweging mee die we net hebben gemaakt op de rol, zo in een nieuwe houding. Plaats je handen tegen je bekkenranden aan. Dus je vingers wijzen naar beneden. Doe je bekkenrand iets naar beneden en naar voren, schouders ontspannen. Het gewicht ook in die lichte achteroverbuiging blijft terugvallen naar de voorzijde van je hielen. Adem rustig in, nog steeds in de breedte van je lichaam. Vul je lichaam. Op de uitademing stel je voor dat je achterhoofd nog contact maakt tegen de strip. Wandel je aandacht zo via je wervelkolom naar je bekken toe. En dan via je heupgebied hier de achterkant van je benen naar de vloer. En met de kracht in je buik kom je omhoog. Buig je benen. En dan bewegen we door naar Utkatasana. Ook in deze houding valt het gewicht terug naar de voorzijde van je voeten. Plaats je handen voor je borst. Adem rustig in. En op de uitademing laat je ook hier je schouders weer zakken. Probeer dan weer dat contact te maken van die schouderbladen. Zo naar puntje C toe. Even dat zitten, het activeren van je benen. Breng dan je lichaam parallel met de vloer. Laat je armen zakken. Pak je enkels vast. Adem rustig in. Voel de druk van je onderbuik tegen je bovenbenen aan. En begin dan te trekken aan je enkels. Nou, hier hetzelfde. Hè? Dus nu komen de schouders iets naar voren, naar de voorzijde van je lichaam. Ja, dus naar de voorkant. En we hebben net gewerkt met die armen. Trek aan je enkels. Voel de trekkracht in je armen. Merk hoe je je schouders dan, hè, je schouderkoppen, hè, zo naar de achterzijde van je lichaam kan brengen. Hoe je dan contact maakt van je schouderbladen naar dat puntje C hier in het, hè, bij je middenrug. Maak dat contact en dan maak je de connectie van je armen naar je schouderbladen toe, naar je wervelkolom toe. En voel dan hoe je kan trekken en hoe dat dan lengte geeft zo naar je onderrug toe. Dus op het moment dat je het contact herstelt van je armen naar je wervelkolom toe, hoe dat ook, hè, lengte geeft, die lengte, die druk zo in die middenrug, hoe dat lengte geeft helemaal naar je onderrug, naar je heiligbeen toe. Dus de trekkracht zorgt voor strekking in je rug. Buig aan je benen. Plaats je handen voor je voeten op de vloer. En stap naar achter naar de hond. Met gebogen benen. Adem rustig in. En uit. Breng dan je knieën naar de vloer. En stap je rechtervoet zo tussen je handen in. Laat je rechterheup zakken. Dus je rechterheup zakt. Je rechterbeen maakt een 90 graden hoek, je linkerbeen ook. Kom je ietsje omhoog. Dus je veert iets omhoog en breng dan je linkerarm over je linkerknie heen. Zodat die elleboog raakt je linkerknie. Doe dan je knie tegen je arm en tegelijkertijd duw je je arm terug tegen je knie. Ook hier, je schouder kan zo naar voren bewegen. Maar je kan ook bij dat duwen je schouderblad weer terugbrengen naar de achterzijde van je lichaam. En terug naar beneden. Nou, op het moment dat je dat doet, merk je al dat je iets in die draai komt. Dat je lichaam zich wat begint op te draaien. Buig dan je linkerarm, plaats je rechterhand op je linkerhand, duw je handen tegen elkaar aan en duw jezelf verder door
in die draai. Kijk naar je voorste voet. Naar beneden. Je hoofd is contra. Ja, heel goed. En dan draai je weer terug. Plaats je handen naast je voet. En stap naar achter naar de hond. Dus dan sta je weer in de hond. Adem rustig door. Buig je benen. En stap nu je linkervoet tussen je handen in. Dus je stapt je linkervoet tussen je handen. Je benen maken 90 graden hoeken. Laat je linkerheup zakken. Adem in. Voel de druk van je onderbuik tegen je bovenbeen aan. Veer iets omhoog. Dus voel echt die druk. Plaats dan je rechter elleboog over je knie. Duw je knie tegen je elleboog. Elleboog tegen je knie. En die schouderkop beweegt weer van de voorzijde naar achter, naar beneden. En voel dan ook hoe je meteen wat meer opdraait. Dus de linkerkant van je lichaam wordt langer. De rechterzijde verkort zich iets doordat je die schouder zo naar achter en naar beneden brengt. Dus je heup naar beneden. Buig dan je voorste hand. Plaatsen. Plaats je linkerhand zo op je rechterhand. En begin te duwen. En kijk naar beneden. Naar je voorste voet. En adem. Dus de Parivrita Parsvottanasana. Nou, beweeg je weer terug. Plaats je handen. Stap naar achter. Naar de hond. Adem rustig in. En uit. Buig je benen. Stap of spring naar voren. Pak je enkels vast. Trek aan je enkels. Weer die strekkracht, trekkracht. Geef de strekkracht in Uttanasana. Buig je benen. Armen langs je lichaam. Handen omhoog. Utkatasana. Duw je voeten in de vloer. Strek omhoog en naar achter. En dan met de kracht in je buik kom je omhoog. Handen voor je borst. Armen langs je lichaam. Nou, zijn we aan het einde gekomen. Uitzetten. Zijn we aan het einde gekomen van de serie? Mag je gaan liggen op je rug? Armen langs je lichaam. Achterhoofd op de vloer, laat hem zwaar worden, schouders breed, voeten vallen open. En neem je tijd. Blijf zo lang liggen als je wil. En je bent thuis, dus je kan echt je tijd nemen. En maar ik neem afscheid van jullie voor de volgende les. En probeer echt weer die ontspanning te vinden in het liggen op de vloer. En als je er dan aan toe bent, breng je weer beweging terug in je lichaam. En duw jezelf omhoog en ben je klaar voor de dag. Ik sluit nu deze les af. De lessen zijn op basis van donatie. Dus afhankelijk van je budget kan je doneren wat jouw budget toelaat. En ik hoop jullie volgende week weer te zien. Namaste.